Hey, en super dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik sta vandaag op een hele andere plek dan normaal, want het is eindelijk, na al die maanden, tijd voor een roomtour. Ik heb vorig jaar natuurlijk een hele serie gehad rondom mijn room makeover. En ik beloofde jullie al het allerlaatste aflevering altijd om een roomtour te maken. Maar die is er gewoon niet, terwijl de laatste room makeover vlog vorig jaar ergens was. Ergens augustus, september of zo. Oftewel, het wordt hoog tijd. Ik kreeg ook alsmaar vragen van nieuwe abonnees. Van, goh, wat ziet je kamer er leuk uit? Kun je een keer een roomtour doen? Dus mocht jij nieuw zijn op mijn kanaal en meer willen weten over hoe mijn kamer eruit ziet in meer detail, dan zou ik zeggen, kijk even de room makeovers. Staan hierboven gelinkt. Daar vertel ik je hoe alle meubels heten. Waar ik alles vandaan heb. Hoe de verf heet. Dat soort dingen. Veel dingen weet ik namelijk niet meer uit mijn hoofd. Maar ik zal zoveel mogelijk proberen te vertellen in deze video. Ik heb een zolderkamer. Dus jullie staan nu eigenlijk voor het trapgat. Ik kom met een trap naar boven. En vanaf daar is mijn kamer. Dus ik zou zeggen, laten we beginnen met de roomtour. Goed, het eerste wat je ziet wanneer je mijn kamer binnenkomt is eigenlijk mijn bureau. En ja, wat je nu ziet, jullie staan nu letterlijk echt voor de deuropening. Ik heb mijn bureau dus midden in mijn kamer staan. Vind ik zelf heel erg praktisch. Ik kijk uit op mijn bed. Ziet er altijd leuk uit. Ligt nog wel eens de kat te slapen. En aan deze kant heb ik mijn filmsetting. Heb ik kasten en dergelijke staan waar ik spullen in opberg. Die ik nodig heb. Dus dat vind ik het ideaal. Je ziet hiernaast ook een prullenbak staan. Die heb ik aan die kant staan omdat ik hier gewoon geen ruimte meer had. En dit is eigenlijk gewoon een beetje mijn werkplek. Ik probeer het hier een beetje georganiseerd te houden. Dus ik probeer eigenlijk zo min mogelijk spullen neer te leggen. Ik heb hier een opschrijfboekje van de Action en mijn bullet journal. Leuchtroom is het. Hier zo een bakje. Deze komt van de Primark, dacht ik. En ja, het gouden detail zie je vaker in mijn kamer. Dus dat vind ik ideaal. Hier heb ik zo'n leuke stippenplant staan. Ik weet nooit hoe die officieel heet. Komt in ieder geval van het tuincentrum De Bosrand. Net als het bakje waar die in zit. Nou, mijn MacBook komt natuurlijk van Apple. En deze etui van Hema volgens mij van jaren terug. I really don't know. En als laatste natuurlijk de tafel waar ik aan zit. Dit is officieel geen bureau, maar volgens mij gewoon een eetkamertafel. Deze heb ik overgenomen van mijn vader. En hij had ze weer overgenomen van zijn oude werk. Dus ik heb geen idee waar ze officieel van komen. Het is in ieder geval een heel mooi houten blad met een zwarte onderkant qua poot en dergelijke. Waardoor die perfect past in de rest van mijn kamer. Want ik heb veel zwart en houten details plus gouden details. Dus dat is een beetje mijn bureaugedeelte. De prullenbak die je daar ziet staan komt van de Quantum. Die wilde ik ook graag zwart hebben, want hiervoor had ik zo'n hele lelijke, Sesamstraat Elmo prullenbak zullen we het maar noemen. Gewoon een hele lelijke grijze vierkante prullenbak. Dit is toch net wat stijlvoller. Gaan we verder met het bedgedeelte van mijn kamer. Even voor jullie perspectief. We zijn er dus nu gedraaid. Hier zo staat het bureau. En het is dus waar ik op uitkijk wanneer ik aan mijn bureau zit te werken. Het gedeelte van mijn kamer waar ik eigenlijk de meeste vragen naar krijg is het bed zelf. En die is gemaakt van pallets. Ik wilde heel erg graag een palletbed. Ik heb deze pallets toen echt gezocht en gedaan op internet. Gezocht wat voor formaat ik wilde. En uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de pallet discounter waar ik geschuurde pallets heb gekocht. Dus die waren aan één kant al geschuurd, waardoor ik dat allemaal niet meer hoefde te doen. En ja, daardoor komen mijn matras eigenlijk gelijk op. Ik heb in principe twee lagen pallets liggen. En mijn bed is in principe 2 meter bij 1,60 meter in de breedte. Dus dat is mijn palletbed. Heb ik dus helemaal gekocht bij de pallet discounter qua losse pallets. En daarbovenop ligt een matras van de Lidl. Ja jongens, je wilt niet weten, maar mijn matras komt van de Lidl. Hij ligt heerlijk. Helemaal prima. Was 100 euro. Toppertje. De kussens waar ik op slaap zijn van die bamboe pillow dingen. Die vind ik heel erg lekker liggen. En de hoezen en dergelijke zijn van de IKEA. Ook de sierkussentjes zijn van IKEA. Dit gele kleed hier zo komt van de Primark. Helaas denk ik niet meer verkrijgbaar. Maar dat is dus eigenlijk alles op mijn bed zelf. Qua camerahoek is dit beeld even verschrikkelijk. Maar zo kan ik jullie goed laten zien hoe het voeteneind van mijn bed eruit ziet. Hier staat namelijk dit bankje van de IKEA. Ik zal hem eventjes een beetje tevoorschijn halen. Hij heeft heel veel verschillende kleuren hout in zich. Namelijk wat ik echt prachtig vind. Hij is 1,20 meter. Waardoor hij net niet breed genoeg was als mijn bed. Waardoor ik heb besloten om deze Monstera daarnaast te plaatsen. Zowel de Monstera als de mand waar die in zit komen van de IKEA. Net als dit bankje, dit mandje en deze nepplanten die hierin zitten. Dit zijn
De enige nepplant is ongeveer in mijn hele kamer. Verder is alles echt. Ik heb hier zo een kleedje op liggen. Deze komt van de Jisk. Is nep natuurlijk. En hieronder heb ik altijd ruimte voor lekker spullen die ik voor video's gebruik. Dus als er pakketjes binnenkomen of zo waar ik nog iets mee moet. Staat hieronder. Samen met dit kastje van de Lush. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik zal hem even zo tevoorschijn halen. Dit was mijn adventskalender van afgelopen jaar. En nu is het een ladekastje waarin ik mijn backups van Lush bewaar. Dus die heeft een tweede leven. En die past perfect zo hieronder. Samen met pakketjes die ik nog moet doen. Dus dat is ideaal. En dan hier in de hoek naast mij staat nog deze prachtige mand. Opnieuw van de IKEA. En hier heb ik allerlei kussentjes en dekentjes en dingen in liggen. Ik ben gek op kussentjes en dergelijke in mijn kamer. Dus alle kussentjes die op mijn bed liggen, die leg ik hier 's nachts neer samen met het dekentje. Ik heb nog extra kussens, extra dekentjes. Helemaal top. En dan als laatste heb ik hier zo op het bankje nog dit prachtige windlicht, lantaarn, whatever you want to call it, staan. Deze komt van de Xenos van jaren terug. Heb ik ooit aan mijn vader gegeven tijdens de kerst. En toen hij overleed heb ik deze zelf weer overgenomen. Dus deze heeft eigenlijk een soort van herinnering aan mijn vader. Ondanks dat ik hem zelf heb gekocht. Maar die vond ik hier heel erg mooi staan. Dus die staat daar. Gaat eigenlijk nooit aan omdat er een plant boven hangt. Maar ik vind hem wel heel erg tof staan. Dan komen we aan op het gedeelte hier zo naast mijn bed. Als eerste staat hier een malmkast van IKEA. Daarvan weet denk ik iedereen hoe die heet. Deze heb ik overgenomen van mijn vader. Stond in zijn oude appartementje. En ik wilde sowieso een malmkast. Hij had de perfecte kleur. Dus die heb ik hier zo staan. En dit is eigenlijk mijn blogkast. Dus hier zitten alle spullen in die ik gebruik voor het bloggen, voor het YouTuben, voor Instagram. Fotoprops, camera spullen, dat soort dingen. En om die een beetje aan te kleden heb ik hier bovenop dit superleuke plantje staan in deze lama. Het lama potje komt van de Action en het plantje van Tuincentrum De Bosrand. Daarnaast staat dan een lightbox van Cool Gifts. Ik heb geen idee meer. Ik heb hem ooit gekregen voor mijn blog. Ik weet het niet meer precies. Er staat hier een vaccinelichthoudertje die volgens mij van de Action komt. Weet het niet zeker. Hierachter staat de spiegel waarmee ik me altijd opmaak. Die komt van de IKEA en is eigenlijk uit dezelfde lijn als de grote kledingspiegel. Passpiegel die hier achter me staat. Echt een prachtige spiegel. Je kunt aan de achterkant ook nog kleding ophangen. Dus ik vind hem echt top. En ja, ik vind het gewoon heel erg tof dat ik de kleine variant daarvan ook heb. Dus daar maak ik me eigenlijk altijd mee op met video's en dergelijke niet. Maar wel als ik me gewoon opmaak op een dagelijkse, ja, dagelijkse basis gebruik ik die heel erg graag. En die staat dan achter deze plant. Deze komt ook weer van mijn vader. Hij had ze alleen in losse potten staan. En ja, daar had ik niks mee. Dus ik heb ze samen in één pot gezet. Deze komt van de bosrand. En ik vind het hier gewoon heel mooi staan. Plus het is van hem geweest. Dus gewoon een mooie herinnering. En dat is een beetje de bovenkant van de kast. Zoals ik al zei is dit mijn blogkast. Dus in de bovenste la ligt eigenlijk al mijn apparatuur. Voor mijn GoPro, voor de camera waar ik nu mee film. Die ligt hier normaal gesproken ook samen met de microfoon. Hier liggen lenzen, oplader, hier alles van mijn vlogcamera, visitekaartjes. Ja, alle spullen die ik hier eigenlijk heb liggen. Ja, mocht er iets kapot gaan of iets dergelijks. En ik heb hier nog wel iets grappigs liggen, want dit is namelijk een bel. En deze heb ik ooit gekregen bij een masterclass bloggen en vloggen van Aniek van Wonderen. En elke keer als je dus een doel behaald had, moet je op de bel, ja, drukken. Dus die heb ik hier ook nog liggen. Dan in deze tweede la heb ik eigenlijk een beetje alle refill producten. Is op het moment best wel redelijk leeg. Ik heb hier zo de make-up producten. Hier zo heb ik huidverzorging. Hier toevallig nog producten van de Body Shop die daar niet meer bij pasten. Persberichten. En hierachter producten voor winacties en dingen die ik nog weg kan geven aan vriendinnen. En de laatste la, daar zitten eigenlijk fotoprops in. Ik heb bijvoorbeeld allemaal kranten hier zo bewaard. Hieronder liggen allemaal achtergrondjes. Dit zijn dan die dingen waar ik foto's op maak. Lampjes. Bellenblaas, allerlei dingen die ik gebruik voor foto's. En hier naast de kast staat mijn statief over het algemeen. Nu alleen de hoes, want ik film nog. En dan in dit gedeelte naast mijn bed. Een spiegel had ik al laten zien, maar hier staat ook nog een plant. Komt van de IKEA. De pot daarvan ook. En hier op de grond ligt een kleedje van de Jisk. Hiernaast zie je een schuifdeur en hierachter zit mijn walk-in kledingkast. Deze heeft mijn vader jaren terug voor me gemaakt. Daar ben ik super blij mee. Ga ik nu niet uitgebreid laten zien, maar ik heb laatst een opruimvideo gemaakt, dus die zal ik hierboven even linken. Het ideale aan dat mijn kledingkast hier zit, is dat ik dus mijn bed uitkom, mijn kledingkast en mijn spiegel staat hier. Dus het is echt gewoon ideaal. En als laatst, ik ga even half in de plant staan, heb ik hier mijn nachtkastje. Deze komt opnieuw van de IKEA en hierbovenop staat een stolplamp.
Fun fact, deze is niet aangesloten. Moet ik nog steeds doen. Er zijn echt nog steeds een paar dingen die ik moet doen. Zoals de dode plant die je er straks daarboven zag hangen, vervangen. Ja, de twee planten daarboven zijn trouwens allebei van tuincentrum Bosrand. Inclusief de macrameehangers en de potjes. Verder op mijn nachtkastje staat nog een plantje. Komt ook weer van IKEA samen met het bakje. De wekker komt ook van IKEA. Daar ligt mijn boek waar ik op het moment mee bezig ben. Onderin ligt ook nog een boek en een e-reader. En daarin een plantje in een lamp. Natuurlijk hartstikke nep. Die komt volgens mij van de Flying Tiger. En hier heb ik nog een laadje in het nachtkastje zitten. Met daarin gewoon spullen die je 's nachts nodig kan hebben. Neusspray, lippenbalsem, een lampje voor mijn boek mocht het donker zijn. Dat soort dingen. En dan het laatste deel van mijn kamer is hier. Dit kennen jullie misschien wat goed, want hier zit ik natuurlijk altijd om te filmen. Ik realiseerde me net dat ik helemaal niet had verteld waar het gordijntje van komt. Dit zijn rolgordijnen. Ik heb ze nu omlaag gedaan vanwege tegenlicht. Maar deze hangen echt al jaren in mijn kamer. Ik gok dat ze van de Gamma komen, maar ik weet het niet zeker. Verder heb ik hier zo weer een grote palmplant staan. Deze komt ook weer van het tuincentrum De Bosrand met de pot die erbij zit ook. Daarnaast heb ik ook weer een windlicht staan. Die heb ik van mijn moeder gehad voor de kerst. Maar volgens mij komt die van de Xenos. Hier zo heb ik mijn twee Alex kasten staan. Ook weer van IKEA. Met daarbovenop een schaal. Deze komt van de Xenos. Met daarin mijn badbombs. Geurstokjes van de Action. Potjes komen van de Action met make-up kwasten erin. Dit plateautje met parfum komt van de Primark. En mijn planten plus potjes en de spiegel komen weer van De Bosrand. Wat betreft deze eerste kast, daar zit al mijn make-up in. Ga ik jullie het laten zien, want ik heb laatst nog een hele make-up stash gefilmd. Dus die zal ik hierboven even linken. En deze tweede kast zit eigenlijk van alles en nog wat in. In de bovenste la zitten eigenlijk een beetje mijn dagelijkse verzorgingsproducten. De la daaronder heb ik maskertjes, echt bizar veel. En handcreme backups. En dit is nog zo'n ding om je haar te doen als het nat is, zeg maar, waarin het opdroogt. Dan hieronder een la met dingen voor mijn kamer. Van die dingen waarmee je kan afrollen van kleding. Of bijvoorbeeld deze stoel van kattenharen. Vaccinelichtjes, kettingjes, telefoonhoesjes. Van alles eigenlijk. Dan een la met washi tape. En zelfs nog een la met washi tape. De la daaronder is eigenlijk ook hetzelfde genre als de washi tape. Namelijk allerlei knutselspullen. De la daaronder is voor al mijn haarverzorging. Dus hier heb ik mijn tangen liggen. Sprays en dergelijke. Haarbandjes, scrunchies. Van alles. Dan een la met parfum. Die heel erg leeg is sinds ik deze la heb opgeruimd. En de onderste la is eigenlijk allemaal van die toilettasjes en dergelijke. En spullen voor op reis, zoals mijn nekkussen of van die minis. Naast mijn kasten staat deze prachtige stoel. Dit is volgens mij de Stockholm stoel van IKEA uit mijn hoofd. Met daarop het witte kussen hoort bij de stoel. Samen met de onderliggende zitkussen, om het maar even te noemen. En de andere twee, het kussentje en het dekentje, kwam ook weer van de IKEA. Dan heb ik daar een Kallax kast staan van IKEA. Met daarbovenop van alles en nog wat. Hier heb ik zo'n letterbord. Van mij komt deze van de Diegels. Plantje en potje komen van de IKEA. Het plateautje met mijn kettingjes komt weer van Primark. De snor krijg ik al heel veel vragen van. Volgens mij heb ik die echt jaren terug besteld op iets van eBay of zo. Ik weet echt niet. Twee vaccinelichtjes van de Action. Daarnaast een pot. Ik heb geen idee waar die vandaan komt. Heb ik vorig jaar van mijn moeder gekregen voor mijn verjaardag. En dat is een soort terrarium. Dus het hoeft je ook geen water te geven. En het leeft op zichzelf. Daarnaast staat nog een plant van Direct Lampen die ook nog niet is aangesloten. Ik heb nog lang niet alles af, zeg maar. Het grootste deel is af, maar er moeten nog een paar kleine details gebeuren. Mijn pannenkoekplantje komt van De Bosrand en het potje komt van IKEA. Daarnaast staat nog een canvas met een foto van mij op Santorini. Die had ik eigenlijk aan mijn vader gegeven en heb ik uiteindelijk zelf maar hier neergezet. Voor de kast staan twee tafeltjes van de Xenos met daarop een plantje die nog nodig verpot moet worden. Ik weet niet waar mijn moeder de plant vandaan heeft gehaald. Volgens mij van de Lidl. Het potje waar die in hoort, dus dat rieten dingetje, is van de IKEA. En op de ander staat een plateautje met drie kaarsen van de Action. Op een plateau van een soort van boomschorsachtig ding. En die komt van, volgens mij, VT Wonen. Die heb ik toen in de aanbieding gekocht bij Hudson's Bay. In de kast zelf zie je in het eerste vak allerlei boeken, tijdschriften, een map met administratie staan. Het tweede vak heeft drie cactusvormige beeldjes, komen van de IKEA. Daarnaast heb ik een plankje met allerlei teken, knutsel, dat soort dingen, boeken en mijn noise cancelling koptelefoon. En in het laatste vak staat een soort van
houdertje die eigenlijk voor een plant is waar ik een vaccinelichtje in heb gedaan. Heb ik nog nooit aangedaan, want ik ben bang dat het glas het niet aan kan. En daarnaast heb ik nog een vaccinelichthouder die ik van mijn moeder heb gekregen. Dus ik heb geen idee waar die van komt. En in de onderste planken van mijn kallaxkast zie je eigenlijk allemaal bakken. Met daarin spul voor mijn werk, random stuff. Eigenlijk gewoon dingen die eventjes uit het zicht moeten. Dus het is ook niet nodig om het te laten zien. Er liggen namelijk bonnetjes in. Spullen die ook nog in mijn kamer kunnen. Weet je wel, kerstdingen of winterdingen die ik dan af en toe wissel. En ja, gewoon niet boeiend genoeg om te laten zien. Daarnaast vragen jullie je misschien af wat in de andere kastje staat. Daar hebben we een kast met allerlei jaloezieën. Met erachter de wasmachine en dergelijke. En hierachter is eigenlijk opruim van allerlei spullen van jaren terug. De spullen van mijn basisschool en dergelijke. Maar ook puzzels en spellen. De sjoelbak. Eigenlijk deze hele lengte aan kastjes is opruimspul. Dus niet zozeer iets waar ik echt bij moet. En het niet zo glamorous gedeelte van mijn kamer. Hier zo zit dus de wasmachine achter. En dit is het gedeelte met de kattenbak, de kattenrijspullen en het eten en dergelijke. De kat zit ook gewoon hierboven. Die krijgt er eten en dergelijke hier op de grond. Dus ja, dat is niet zo boeiend. Zo, dan besef ik me nu dat ik nog twee items ben vergeten te benoemen. De bureaustoel komt van de IKEA. Waar anders. En dit kleed, dat hele grote kleed hier, komt van de Jisk. Dit is een heerlijk geïmproviseerde setting waarbij ik lekker op mijn knieën zit. Maar dit was mijn roomtour. Ik hoop dat ik al je vragen heb beantwoord. Mocht je toch nog vragen hebben, laat ze weten in de reactie. Ik zal proberen alles wat ik nog weet te beantwoorden. En dan was dit de video. Ik hoop dat jullie blij zijn dat ik eindelijk mijn roomtour heb gemaakt. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En heel graag tot een volgende video. Doei doei!